Voor het eerst in de geschiedenis, na een reis van meer dan 10 jaar... landt een ruimtevaartuig op een komeet. En nog steeds is het spannend. Verder in het nieuws vandaag. Steeds meer Nederlandse jihadstrijders reizen af naar Syrië. En webgigant Amazon heeft nu ook een winkel in Nederland. Goedenavond. Een kunststukje van de Europese ruimtevaart. Voor het eerst in de geschiedenis is een ruimtevaartuig geland op een komeet. Of het zou lukken, was tot op het laatste moment onduidelijk. Het gebeurde op meer dan 500 miljoen kilometer afstand van de aarde. Ruim 10 jaar heeft het ruimtevaartuig Rosetta erover gedaan. De techniek is inmiddels verouderd, 10 jaar is lang. Maar uiteindelijk werd die landing een triomf. Of de hele missie dat ook wordt, dat moet nog blijken. Zo komt een einde aan een zenuwslopende onzekerheid in het vluchtleidingscentrum in de Duitse Darmstadt. Een half uur na de landing kregen ze daar een signaal uit de ruimte. Landing geslaagd. Het was een reis met omwegen. De ruimtesonde legde op zijn reis in totaal 6,5 miljard kilometer af. Het begon in maart 2004 toen een raket het ruimtevaartuig Rosetta de ruimte inschoot. Rosetta is al een tijdje in de buurt van het einddoel. In augustus kwam ze aan bij de komeet. De 67P werd in kaart gebracht en de landingsplaats werd uitgezocht. Vanochtend was een van de belangrijkste momenten van de hele missie. Het landingsvaartuig Philae, met de afmeting van een kleine koelkast, maakte zich los van het moederschip. Afdaling duurde 7 uur. De komeet daar beneden scheert met een snelheid van 50 meter per seconde door de ruimte. Na de landing moesten ijsschroeven zich in de bodem van de komeet boren om het landingsvaartuig op zijn plaats te houden. En dan kan Philae beginnen met wetenschappelijk onderzoek. Ja, voordat Rosetta aan die lange reis begon, is de ruimtesonde uitgebreid getest in het ruimtecentrum ESTEC in Noordwijk. En daar is verslaggever Martijn Bink. Martijn, ook daar moet het een enorme opluchting zijn geweest, of niet? Ja, de opluchting was enorm, Rob. Het was ook heel erg spannend de hele dag of dat precaire huzarenstukje op 500 miljoen kilometer afstand van de aarde, je zei het net zelf al, of dat zou lukken. Maar daarmee is ook, en daar zijn ze hiervan overtuigd, geschiedenis geschreven vandaag. Ja, deze missie wordt vergeleken, ik heb de vergelijking meerdere malen gehoord, met de landing op de maan in 1969. En ze zeggen er meteen bij, dit was eigenlijk nog veel ingewikkelder. Ja. De euforie was compleet bij de ruimtevaartliefhebbers en de medewerkers van ESTEC die bij elkaar waren gekomen om de landing te volgen. Volgens de mensen hier is er geschiedenis geschreven vandaag. Mooi moment, meneer Kuipers. Ja, fantastisch. Ja, dus het blijft spannend, hè. Er moet nog natuurlijk een heleboel gebeuren. Maar in ieder geval, hij heeft de komeet bereikt. Weet je, ik kan er ook voorbij vliegen, al dat soort zaken. Er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren, hè. De schroeven... Al die zaken, kijk of dat gelukt is met die harpoen. Persoonlijk heb ik er heel veel aan gewerkt, weekenden doorwerken, heel veel late uren. En nu weet je waarom je het gedaan hebt. Maar voor de ruimtevaart is het ook een enorme stap voorwaarts. Het is ongelooflijk dat we dit hebben kunnen doen. Ongelooflijk. Een komeet zoals deze P67 Churyumov-Gerasimenko is in wezen een hele grote klont van ijs en gruis. Maar ook een schatkist van informatie over het ontstaan van het zonnestelsel. Wetenschappers hopen dat ze nu een antwoord zullen krijgen op de vraag of het kometen waren die aanzet gaven tot het leven op aarde. Waarom zou ik dat willen weten? Ja. Domme vraag? Nee, is helemaal geen domme vraag. Kijk, we zijn gewoon heel erg nieuwsgierig naar onze eigen oorsprong. Oorsprong van ons zonnestelsel, onze oorsprong van ons eigen bestaan. En dat willen we weten en we willen ook graag weten of er nog meer leven in het heelal is. Misschien vinden we wel bouwstenen van leven op zo'n komeet, wie weet. Ja, daarom dus. Zeg, nou staat hij daar, Martijn, op de komeet, maar het is nog steeds spannend. Waarom? Ja, we moeten een hele klein voorbehoud maken bij die euforie, want het is nog steeds niet helemaal zeker
of die lander wel stabiel staat op het oppervlak. Daar hebben we nog steeds geen antwoord op gekregen van de vluchtleiding uit Darmstadt. Wat wel duidelijk is, is dat het filet meteen begonnen is met het verzamelen van data, het verzamelen van informatie. En dat moet ook wel, want er is maar voor 60 uur aan elektriciteit in de accu's van die lander. Nou, al die data die moet dan nog weer naar de aarde worden gestuurd, moet worden geïnterpreteerd, worden uitgelegd. En de wetenschappers hopen dan, je hoorde het net al, antwoord te krijgen op een van de belangrijkste levensvragen. Is het water en leven op aarde hier naartoe gebracht door kometen? Martijn, dankjewel. Ja, jihadstrijders die naar Syrië gaan. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding maakt zich grote zorgen omdat hun aantal toeneemt. In totaal zijn er nu 160 jihadstrijders afgereisd. 18 Nederlandse strijders zijn inmiddels om het leven gekomen. Ook bij luchtaanvallen. 30 jihadisten zijn weer terug in ons land. Dat betekent dat er nog steeds mensen zich aansluiten bij een terroristische organisatie, in gewelddadigheden terechtkomen, mogelijk getraind worden en daarmee een gevaar vormen voor Nederland als ze terugkeren. Zijn dat mannen, vrouwen, gezinnen? Het zijn mannen, het zijn vrouwen en het zijn ook een toenemende mate gezinnen die afreizen naar dat gebied. En wat doet u eraan? Het kabinet zet heel stevig in. Het lijkt wel of het niet werkt. Daar waar we kunnen optreden, dus dat we informatie hebben dat die mensen overwegen weg te gaan, wordt er al dan niet bijvoorbeeld aangehouden via het OM. Of we nemen paspoort in waardoor het reizen moeilijk wordt. En op die manier proberen we te voorkomen dat men weggaat. Maar er zijn nog steeds mensen die het toch lukt om er tussendoor te glippen. Ja, er zijn mensen die het lukt om er tussendoor te glippen. En die hebben we dan overigens ook op het vizier. Dus mochten zij terugkomen, dan kunnen ze onmiddellijk worden aangehouden en verhoord. En te kijken of ze een risico vormen voor de nationale veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Intussen is ophef ontstaan over een onderzoek onder Turkse jongeren in Nederland. Die staan volgens dat onderzoek massaal achter terreurorganisatie IS. Maar ze zeggen ook weer dingen die daar haaks op staan. Kortom, veel vragen binnen en buiten de politiek. Minister Asscher had zijn bezoek aan de Turkse Kuba-moskee in IJmuiden al lang gepland. Hij wilde de gemeenschap na een aantal geweldsincidenten een hart onder de riem steken. Maar het gesprek ging over iets heel anders. Namelijk over een onderzoek naar de steun onder Turkse jongeren voor IS. Ik kom morgen met een onderzoek onder 1000 Turken met totaal de andere kant. En dan vraag ik me ook af of u daar ook een podium voor gaat geven. Ik hoop dat u gelijk heeft. Dat de overgrote meerderheid van de Turkse jongeren er helemaal niet zo over denkt. Het is wel een probleem dat het uit deze peiling komt. Laten we hopen dat het onderzoek totaal verkeerd is. Maar ik ben daar nog niet van overtuigd. De uitkomsten van het onderzoek van het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum zijn verontrustend, zegt de minister. Maar ze geven geen eenduidig beeld. 90% van de Turkse jongeren noemt Syriëgangers helden. 80% vindt religieus geweld tegen niet of anders gelovigen gerechtvaardigd. Maar tegelijk zegt 90% tegen de vestiging van het kalifaat te zijn. Omdat 93% van de Turkse jongeren in democratie gelooft. Hele dubbele boodschap. Hele dubbele boodschap, maar een hele verkeerde boodschap. En een boodschap die ook indruist tegen de waarden die we in Nederland met elkaar delen. Namelijk dat je moet geloven wat je zelf wil en dat je kunt zijn wie je bent. Maar dat we dat van elkaar respecteren. Asscher vindt met de Tweede Kamer dat meer onderzoek nodig is naar de overtuigingen van Turkse jongeren in Nederland. En ook vandaag weer is de rampplek van vlucht MH17 in het nieuws. Nederlandse experts hebben opnieuw menselijke overblijfselen geborgen. Ook hebben ze persoonlijke bezittingen van slachtoffers gevonden. Het was voor de tweede achtereenvolgende dag dat een klein team onderzoek kon doen op de rampplek in Oost-Oekraïne. Maar er was wel een belangrijk verschil met alle eerdere zoekacties. De rampplek toonde vanochtend een vertrouwde aanblik. Nederlandse experts rond de wrakstukken van de MH17. Maar toen verscheen er iets nieuws ten toneel. Even leek het erop dat er vandaag begonnen zou worden met de berging van het vliegtuig. De bedoeling van deze missie. Het liep toch weer anders. Wat er hierachter gebeurt is niet een berging in de zin dat de brokstukken worden opgetild, in vrachtwagens worden gedeponeerd en worden afgevoerd. Maar wat er waarschijnlijk wel gebeurt is dat er gekeken wordt of er onder die brokstukken, die wrakstukken van de MH17, nog menselijke overblijfselen liggen. Helemaal van harte ging het niet, maar toch lukte het stokoude takelwagentje grote stukken vliegtuig omhoog te krijgen. Voor het eerst sinds de ramp bijna 4 maanden geleden kwamen ze van hun plaats. En voor het eerst sinds de ramp waren de Nederlanders daarna in staat om onder de wrakstukken te kijken en te zien of daar nog menselijke overblijfselen lagen. Net als gisteren waren er geen vrachtwagens om de brokstukken af te voeren.
Daar was kennelijk geen overeenstemming over met de leiding van de separatisten, die wel het takelwagentje en een paar man beschikbaar had gesteld. De Nederlanders hebben het zwaartepunt van hun missie kennelijk verlegd. Het vinden van menselijke overblijfselen staat voorop. Die werden ook vandaag weer gevonden. Het bergen van het vliegtuig moet dan maar later. Als de winter tenminste niet snel invalt. Intussen laait het geweld in Oost-Oekraïne steeds verder op. De VN-veiligheidsraad komt later vanavond in spoedzitting bijeen om over de situatie te praten. Volgens de NAVO zijn de afgelopen dagen Russische tanks, materieel en militairen de grens overgestoken. En dan Srebrenica, Bosnië. De massamoord op 8000 moslimmannen in juli 1995. Het gerechtshof in Arnhem buigt zich morgen over de vraag of de commandant van de Nederlandse troepen daar destijds, Tom Karremans, en ook twee van zijn naaste medewerkers, of zij vervolgd moeten worden. Voor betrokkenheid bij genocide, moord en oorlogsmisdrijven. Ze zijn aangeklaagd door de nabestaanden van drie vermoorde moslimmannen. Karremans krijgt steun uit onverwachte hoek. Geert-Jan Knoops, de advocaat van Karremans, ontmoette vorig jaar in de VN-gevangenis een adviseur van Radovan Karadzic, de Bosnisch-Servische leider die terecht staat bij het Joegoslavië-tribunaal. Karadzic gaf Knoops 21 getuigenissen die Karremans zouden vrijpleiten. De kern ervan: generaal Mladic ging destijds in Srebrenica volkomen zijn eigen gang. Zelfs Karadzic, formeel zijn baas, wist van niks. En dus kon ook Karremans van niks weten. Aldus Karadzic en Knoops. Als je aannemelijk kunt maken dat binnen de Servische politieke top in die tijd er een chaotische vorm van informatieverstrekking bestond, Karadzic als politiek leider in die tijd zelf ook niet wist wat er precies gaande was in Srebrenica, en je verwijt nu Karremans medeplichtigheid aan genocide, wat een bepaald plan veronderstelt, kennis daarvan, dan kun je denk ik niet volhouden dat je dit aan Karremans kunt verwijten. Waarom doet dat ertoe? Want het Joegoslavië-tribunaal heeft al een aantal keren duidelijk gemaakt, dit was genocide. Dat klopt, maar het gaat om de wetenschap daarvan. Dus de vraag, wie van de mensen zouden daar dan op dat moment van hebben geweten? Dat je achteraf vaststelt dat daar genocide heeft plaatsgevonden is één ding. Maar waar het in de zaak van Karremans om gaat, is had hij op dat moment wetenschap of had hij informatie kunnen verkrijgen waaruit zou moeten blijken dat er sprake zou zijn van genocide. En als het dan toch tot een vervolging komt, dan zal Knoops de politieke bazen van Karremans oproepen, zegt hij nu al. En dan moeten we denken aan toenmalig premier Kok, toenmalig minister van Defensie Voorhoeven. Wordt hij dan opgeroepen als getuige bijvoorbeeld? Dat ligt denk ik wel in de reden. Want kijk, als er een onderzoek gaat plaatsvinden in een strafrechtelijk kader en het Hof heeft daartoe dan het bevel gegeven, ja, dan zal Karremans natuurlijk ook het recht hebben om zich te verdedigen. En onderdeel van die verdediging zal zeker zijn dat al die mensen zullen worden gehoord. Veel oud-Dutchbatters zijn er woedend over dat Karremans mogelijk zal worden vervolgd. Tientallen van hen, en ook veteranen van andere missies dan die in Bosnië, zeggen dat ze morgen naar Arnhem komen om Karremans te steunen. Het Nederlandse SBM Offshore heeft van het Openbaar Ministerie een megaboete gekregen van 190 miljoen euro. Wereldwijde dienstverlener in de gas- en olieindustrie wordt verdacht van omkopingspraktijken in onder meer Angola en Brazilië. Ook vond het OM bewijs voor valsheid in geschriften. In Brazilië loopt nog een onderzoek. De Hedwiggepolder in Zeeland mag onder water worden gezet. De Raad van State heeft bezwaren tegen de ontpoldering afgewezen. In 2012 besloot het kabinet om de polder onder water te zetten. Tegen dat besluit kwam veel verzet. Zonde van de landbouwgrond vonden veel mensen, vooral in Zeeland. Bij de oefeninterland van Oranje protesteren Mexicanen in de Amsterdam Arena met zwarte zakdoeken tegen de Mexicaanse regering. Ze vragen aandacht voor de verdwijning van 43 studenten en duizenden anderen die de afgelopen tijd door geweld om het leven zijn gekomen. De wedstrijd wordt ook in Mexico uitgezonden. China en de Verenigde Staten hebben een historisch klimaatakkoord bereikt, zeggen de beide presidenten. Ze hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat is opvallend, want eerder stonden de twee landen op dit gebied vaak lijnrecht tegenover elkaar. President Obama en zijn Chinese collega maakten de plannen bekend tijdens het staatsbezoek van Obama aan China.
Een schadevergoeding voor de militairen die ziek zijn geworden van giftige chroomverf. Die verf werd jarenlang door Defensie gebruikt, ook toen al lang duidelijk was dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Minister Hennis is nog bezig met de details van de schadevergoeding, maar ze wilde nog dit jaar werk van maken. Want sommige mensen zijn zo ziek dat ze niet op de officiële gezondheidsonderzoeken kunnen wachten. Dit was Henk Koort in de tijd dat hij bij Defensie werkte. Als tankmonteur kwam hij in aanraking met het kankerverwekkende chroom 6 in de verf van defensievoertuigen. 4 jaar geleden werd bij hem slokdarmkanker ontdekt. Zware operaties volgden. Hij topt met zijn gezondheid. Goed, slecht slapen, gewrichtspijnen, problemen met de luchtwegen. De toezegging van de minister met een coulanceregeling te komen wantrouwt hij. Ja, ik moet het nog zien. De onderste steen zou boven komen en toen wisten we nergens niks vanaf. En toen plotseling gingen we alle deuren open. Hij is cliënt van letselschadeadvocaat Rob Bedeau, die de zaak behartigt van 100 mensen die met de stof werkten. Bedeau vindt de regeling juist een eerste stap in de goede richting. De minister zegt, allereerst is dat natuurlijk niet bedoeld als erkenning van aansprakelijkheid. Maar ik zie het wel zo, als het eerste toegeven van de voor haar onhaalbare slag die ze zou moeten slaan. En er komt een onderzoek naar het verband tussen gezondheidsklachten en het werken met de verf. Ik denk dat het onderzoek overwegend onnodig is. Alle onderzoeken van enige betekenis die zijn er geweest, die liggen er. Het onderzoek zal tenminste 2 jaar duren. Voor hem is dat te lang, want, zegt hij, hij vraagt zich dagelijks af of hij zijn kleinkinderen zal zien opgroeien. En de leider van het onderzoek naar het gebruik van de kankerverwekkende chroomverf bij Defensie heeft zich vanmiddag teruggetrokken. Freek Groen was omstreden omdat hij als commandant ooit klachten over de verf zou hebben genegeerd. De meest gezochte terrorist was hij, Osama Bin Laden, tot hij 3,5 jaar geleden werd doodgeschoten. Dit is de man die zegt dat hij het fatale schot heeft gelost, de Amerikaanse ex-marinier Rob O'Neill. Hij ging ervan uit dat zijn team de missie niet zou overleven. En hij wist aanvankelijk ook niet wie het doelwit was. We went to Miami to dive. We got the call from there that they were calling back a couple of us, not all of us. And they sat us in a room and they said, hey, we found a thing. And the thing's in a house and the house is in a bowl. And the bowl's in a country and you're going to go to that house and you're going to get a thing and you're going to bring it back to us. We assumed it was Gaddafi because it was the Arab Spring. You know, a few of us were talking a couple days later about this person, why would they be there? It's Bin Laden, they found him. We're going to go get him. What did the CIA analyst, who is now famous for being the subject of Zero Dark 30, tell you? If you want to kill him, he's on the third floor. 100%. Were you 100%? I believed her. The more we trained on it, the more we realized this is going to be a one-way mission. We're going to go and we're not going to come back. We're going to die when the house blows up. We're going to die when he blows up. It was more of a, you know, we're going to die eventually. This is a good way to go, and it's worth it to kill him. What was it like to kill the actual guy? It wasn't real. It was another guy in the house that we shot. It didn't sink in. It didn't sink in for a while. Has it sunk in now? Yeah, it has now. I've thought about it every day for a number of years. O'Neill's verhaal leidt tot veel kritiek bij zijn oud-collega's. Zij vinden dat hij niet naar buiten had mogen komen met dit verhaal. Amerika's grootste webwinkel, Amazon, is sinds vanochtend ook in Nederland. Op Amazon.nl kun je nu alleen nog digitale boeken kopen en e-readers. Maar de verwachting is dat dat nog maar het begin is. De internetgigant beperkt zich in de rest van de wereld ook al lang niet meer alleen tot boeken. De timing is natuurlijk niet zomaar gekozen. Vlak voor Sinterklaas heeft Amazon gedaan waar veel Nederlandse winkeliers al langer voor vreesden. Vandaag hebben wij Amazon.nl Kindle Store gelanceerd. Nederlandse consumenten hadden de weg naar de internationale site al lang gevonden. Het bedrijf levert naar verluid al zo'n 1,5 miljoen pakjes per jaar af in ons land. Maar nu hebben de Amerikanen contracten gesloten met de grote Nederlandse uitgevers en kunnen ze veel meer titels op de markt brengen. Ik weet zeker dat we Jip en Janneke hebben en Fokke en Zokke en goede titels van titels van Susan Vermeer. Maar volgens deskundigen gaat het Amazon uiteindelijk niet om de boeken. Het blijft niet bij online boeken. Oh, absoluut niet. Amazon heeft zich altijd gemanifesteerd aanvankelijk als boekwinkel en daarna alles. En dus zouden niet alleen boekwinkels en uitgeverijen zich zorgen moeten maken, zegt hij.
Mijn zorg zit vooral bij de echte retailers. Dus de winkeliers in de fysieke winkelstraten. Daar zal een versnelling komen in de shake-out, in het verdwijnen van concepten. De grootste Nederlandse webwinkel, bol.com, ziet de komst van Amazon niet als een bedreiging. We kennen in Nederland 45.000 online winkels, hebben hier een serviceniveau. En vandaag besteld, morgen in huis. Dat is heel normaal. Gratis verzending is heel normaal. Afvalpunten, achteraf betalen. Allemaal dingen die in de wereld eigenlijk zijn weerga niet kennen. En de prijzen zijn in Nederland ook heel laag. En dat is een enorm goed ontwikkelde markt. En de vraag is dus of iemand die zo laat op een feestje komt, wat in volle gang is, waar iedereen het naar zijn zin heeft, of die nou nog heel veel invloed gaat hebben op de sfeer op dat feestje. Wij komen wanneer wij denken dat het een goede tijd is. En we hebben nu wel honderden duizenden klanten in Nederland. En we dachten dat het nu wel een goede tijd was. Ja, en dat is het. Verder wil Amazon niet veel kwijt meer over de toekomstplannen in Nederland voorlopig. Burgemeesters mogen bij de Sinterklaasintocht geen oordeel vellen over Zwarte Piet. Dat heeft de Raad van State beslist. En die geeft daarmee de Amsterdamse burgemeester Van der Laan gelijk. Hij heeft bij het besluit over de intocht van vorig jaar terecht geen rekening gehouden met de tegenstanders van Zwarte Piet. Als de Sint zaterdag in Gouda zijn bezoek aan ons land begint, stapt hij een dag later hier aan wal bij het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Op uitnodiging van de burgemeester, die geen oordeel mag vellen over Zwarte Piet. Hij mag dus niet in zijn beoordeling betrekken de inhoud van eventuele uitingen, dus ook niet of bij die evenementen stigmatisering, ongelijke behandeling of discriminatie aan de orde zal zijn. Zou ik kijken of ik wat pepernoten kan regelen voor jou? Het besluit is teleurstellend voor de tegenstanders van Zwarte Piet, die via de Raad van State een verbod wilden afdwingen. Het maakt niet uit als het juridisch juist of onjuist is. Op basis van dat wat mensen wordt aangedaan, vond ik dat ook dit instituut daarmee rekening mee had kunnen houden. Dat sprookje van door de schoorsteen. Hè? Niet zwart als roet, maar zwart van de roet. Dat zie ik als de beste oplossing. Ik snap het niet, want Zwarte Piet heeft gewoon niets met racisme te maken. Dit is gewoon een feest wat we hebben. En op geen enkele manier ooit is Zwarte Piet als een racist neergezet of Sinterklaas als slavendrijver. Van der Laan beseft dat de discussie na vandaag niet voorbij is, maar hoopt wel dat die niet langer in de rechtszaal wordt gevoerd. Opdat iedereen zijn deel van het gelijk krijgt door begrip te hebben voor het gelijk van de ander. En het vooral weer gezellig maakt. Vermoedelijk zijn zondag zo'n 400.000 mensen bij de intocht van de Sint in Amsterdam. Ja, de Amsterdamse burgemeester Van der Laan die u net zag, is straks de gast in Nieuwsuur. Het weer, Gerrit, ja, om te beginnen Italië. Ja, dat klopt. Ik heb hier een beetje een zoekplaatje, maar hier ligt Nederland en hier ligt Italië. En daar zitten dikke wolken en daar is het opnieuw heel slecht weer in Italië. Vooral in het noordoosten deze keer. In de buurt van Venetië, dit zijn beelden uit de buurt van Udine. Dat ligt helemaal in het noordoosten tegen de Sloveense grens aan. En ja, u ziet eigenlijk wel wat daar aan de hand is. Enorm veel regen is er gevallen. Ook het Lago Maggiore is op veel plaatsen overstroomd. De hele omgeving daar, dat ligt natuurlijk wat meer richting Zwitserland. En daar is in 3 dagen tijd op sommige plaatsen meer dan 300 mm regen gevallen. Het is al de derde keer achter elkaar dat zo'n weersituatie zich voordoet. En ja, het is ook niet zo gek, want er ligt daar opnieuw een lage drukgebied. Hier zien we die eigenlijk ontwikkelen. En daar zit opnieuw veel bewolking. En dat zal nog wel eventjes voortduren. Want als we dan eventjes de computeranimatie laat zien voor de komende 24 uur, dan zien we dat lage drukgebied nog steeds ronddraaien. En dat betekent dat daar nog steeds buien zullen ontstaan. Het trekt op een gegeven moment wel wat weg, maar het is pas morgenavond. Wij krijgen te maken met het lage drukgebied op de Atlantische Oceaan. Het is een enorm geval, maar het zorgt er wel voor dat wij morgen droog weer hebben. En er is morgen ook maar weinig wind. En dat betekent dat het wat mistig zal gaan worden, vooral vannacht en morgen. Ook vanochtend trouwens was het al mistig op veel plaatsen, op een paar mistbanken. Prachtige zonsopkomst en ook een prachtige zonsondergang. Zoals hier te zien is, dit is dan in Andijk, waar het voor de verandering een keertje paars was in plaats van geel en oranje. En een beetje neerslag nog steeds in het noorden van het land, maar het is nu aan het opklaren. En het betekent ook dat we vannacht op veel plaatsen mist zullen krijgen. De dikste mist zal voorkomen in het noorden en oosten van het land. Daar kan dichte mist voorkomen, zicht minder dan 200 meter. En verder een vrij koude nacht ook met minimumtemperaturen van 3 tot 5 graden. Uiteraard weinig wind en morgen zal het een tijdje duren voordat die mist gaat oplossen. Ik denk dat dat in het zuiden van het land het eerst gebeurt.
dan zal langzaam maar zeker de zon er wel wat bij komen. Het wordt uiteindelijk een graad of 12. Maar in het midden van het land kan het al een beetje langer duren. En daarbij ligt de nadruk op het oosten. Dan kan het wel eens de hele dag mistig blijven. En dan temperaturen van slechts 8 graden, terwijl het in het westen een graad of 12 wordt. En in het noorden, daar kan het wel eens het hele noorden, een groot deel van het noorden, kan het wel eens de hele dag mistig blijven. En ook dan temperaturen die wat achterblijven. Nou, namorgen, dan wordt het een heel ander weertype. Dan krijgen we vrijdag, vooral later op de dag, wat regen. Een groot deel van de dag is het nog droog weer. En in het weekend is het ook regenachtig, ligt een front boven het land. Nog steeds temperaturen van 11 graden. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Voor het eerst in de geschiedenis is er een ruimtevaartuig geland op een komeet. De landing was niet perfect, is net bekendgemaakt. Maar toch is de ruimtelander inmiddels begonnen met het doorsturen van gegevens. Meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op 2. Ik wens u een mooie avond.